Hele goede dag mensen, welkom bij een nieuwe video. Ik ben dit keer bij een verlaten fabriek, maar er is niet meer zoveel over. Volgens mij brand geweest ook, gesloopt, want check dit. Er is niet meer zoveel, nee. Maar we gaan gewoon snel even een rondje hier lopen. Kijk wat nog wel te zien valt. Nou, we kunnen even hier naar binnen kijken. Maar ik neem aan dat er niet meer zoveel te zien is. Alles is letterlijk kapot gemaakt hier. Verbrand, gesloopt. Dus, het zal niet meer zo heel lang staan. Ja, aangezien dit gebouw staat ook in Nederland. Dus Nederlands kennende wordt dus dan plat gemaakt met de grond. Want het heeft volgens mij best een lange tijd hier gestaan. Dat ik internet mag geloven. Dus nooit naartoe gekomen om hier te komen. Maar ja, er is ook niet meer zoveel over nu. Ja, hier werden ook grafstenen gemaakt in deze fabriek. Daar is de fabriek eigenlijk voor bedoeld. Maar goed, er valt niet meer veel van te zien. Dus ik denk dat je dingetjes van vroeger zou terug kunnen herkennen. Maar we lopen gewoon door en we gaan gewoon zien wat er nog wel te zien valt. Hè? Laten we hier even kijken. Een trappetje waar je nog omhoog kan. Kijken of we naar omhoog kunnen zometeen. Maar even hier. Kijken wat nog te zien valt. Er zou wel een mooie lichtinval hier nog, moet ik zeggen. Dat is wel super vet. Ik zie daar trouwens ook nog wel een huis staan, wat erbij hoort. Zie je dat? Kijk wat daar straks nog van over is. Ook allemaal leeg. Zie ik hier nog dan? Nee, ook niet. Een ketting. Ik dacht dat het iets was, maar ook niet. Nou, laten we even kijken of we het trappetje op kunnen. Het is wel van hout, dus even kijken of het nog wel stevig is. Dat weet je maar nooit. Ik ben natuurlijk ook alleen. Dus dat is ook niet helemaal ideaal. Veiligheid voorop, zeggen ze. Is ook zo. Dus daarom extra goed uitkijken. Maar we zijn ook altijd nieuwsgierig, hè. Zo. We zijn boven, dit is van steen. Het is beter. Nou, is verder eigenlijk niet veel te zien, maar goed. Ja, het is in ieder geval nog wel een mooi uitzicht vanaf hierboven. Een mooie foto van kunnen maken. Ben je benieuwd naar die foto? Check onze Instagram even. Linkje staat hieronder. Het Onbekende. Volg het even. Voor niet alleen de foto's, maar ook behind the scenes en zo op de stories. Zie je allerlei dingen ook. Dus check het sowieso. Maar voor nu, we gaan verder exploren. Nou ja, zoals je wel gezien hebt, er is niet veel over van het fabriekje. Dus we gaan nu even richting het huis. Even kijken of daar nog wat te zien valt. Die ziet er nog wel redelijk intact uit, maar ja, van binnen weet je het maar nooit, dus ik ben wel erg benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Dus laten we gaan, hè. Kijk maar, hier ligt de rest van de fabriek gewoon helemaal gesloopt, zie je dat? Daar is het huisje nog. Kijk maar, hier hebben sowieso allemaal afdelingen gestaan van de fabriek. Alleen dat staat er nog, dat hebben we dus net gezien. Maar goed, nu gaan we naar het huisje daartoe. Zie je? Laten we daar even gaan checken. Ik ben benieuwd. Het zal dit geweest zijn. Vogelhuisjes of zo. Het lijkt wel kleine vogelhuisjes. Hier ook nog eentje. Wat voor vogelhuisjes geweest zijn dan of zo?
Als jullie weten wat het is, laat het even weten. Want ik heb geen idee. Waarom zouden hier vogelhuisjes zijn? Nou, er is nog eentje. Nou, laten we dan maar even snel naar het huisje gaan. Hupsie, kijken hier. Nou, de voordeur is gewoon open zoals je ziet. Het pakket zit er nog wel in. Een gat bovenverdieping. Helemaal leeg. Ja, het zal een open haard hebben gestaan ofzo. Heel goed rest. Alle glas werkt eruit. Nou, dit zal de voordeur wel geweest zijn sowieso. Omdat de achterdeur is. Trap omhoog. Nou, dan gaan we even een verdieping hoger. Ik heb geen lamp bij me, die heb ik in de auto gelaten. Ja, ik heb wel een telefoon bij me, als het nodig is, doe daar even het lichtje voor aan. Dus we gaan zien. Ja, zoals net bij de binnenkomst al zagen, was een gat in de vloer. Dus we zullen wel goed uitkijken op de bovenverdieping. Dus we moeten wel voorzichtig zijn. Nou, het is ook wel aardig leeg hier. Zie je, is ook helemaal leeg. Ook bij de weg daar. Mensen kunnen je makkelijk zien. Die is op zich nog rustig. Ja, toen ik naar binnen was, was gewoon hartstikke druk. Maar ja, ik kan wel blijven wachten en wachten. Camera in de hand, weet al genoeg wat je doet meestal. Dus gewoon naar binnen gaan en gaan, hè. En we zijn binnen, dus dat scheelt. Ja, elke kamer is wel helemaal leeg zoals je ziet. Dat is wel jammer. Oh, hier. Leentje dinges. Ja, ze hebben ook wel zwerf ze hebben opgemaakt hier. Misschien nog steeds wel, geen idee. Biertje daar. Op zich ziet het er niet zo heel oud uit wat hier ligt. Ja. Toch altijd een raar gevoel als, als ik zie het liggen, zeg maar. Dan denk je, iemand hier s'avonds slaapt, zal niet aan moeten denken om hier te moeten slapen, zeg maar. Ja, sommigen vinden het leuk om te overnachten, dat kan ik nog wel begrijpen. Maar echt, als je dakloos bent en hier moet gaan wonen? Nee, man. Dat lijkt me helemaal niks. Leuk om te exploren, maar te wonen? Nee. En ik zie boven mij nog een zolder. Ik weet niet hoe ik daarop kom, maar ik ga de camera gewoon omhoog gooien en dan kunnen jullie wel zien. Als ik thuis ben, ja, dan zie ik de beelden pas. Dus ik hoop dat het wat is. Ik heb geen idee. Hier zijn we naar binnen gegaan dus. Keukentje nog niet echt goed bekeken eigenlijk. Hier is nog een tafeltje. Om te koken hier, af te wassen zo te zien. Kastje hangt er nog wel. Echt heel ouderwets ook. En hier hebben we nog een ding. Oh, nog een kelder. Nou, er is niet zo heel veel te zien. Hier hebben we nog een badkamer, zag ik dan net ook. Ja, dat is ook heel veel weggehaald. Oh jee, zit dit. Hier is iemand invalide, want hier is hij nog oud. Zou natuurlijk kunnen niet goed te benen. Dat is wel vet om hem terug te zien. En hier hebben we een wc-pot eraf gerukt. Hier hebben we van die hendels. Ja, ik denk dat iemand slecht te benen was die hier woonde, wat ouder is. Zo, dan gaan we weer naar buiten. En volgens mij ook alles gehad als ik zo denk of niet. Kijken, nee, dit stukje nog niet. Laten we hier nog even snel gaan kijken dan. Een schuurtje geweest zijn, opslag of zo. Ook niet heel bijzonder meer.
een deurtje achter. Altijd even kijken. Je weet het maar nooit, hè? Nee, is ook niks. Ah, hier is een keukenlamp boven. Geen lamp bij, even kijken. Tussen jullie kunnen het zien, denk ik. Niet te donker is. Ik heb geen idee wat jullie nu zien. En of je het kan zien ook, het is echt donker. Ik heb geen idee of jullie wat zagen en of het wat is, maar goed. Kom vanzelf achter in de edit. Jullie zien natuurlijk meteen. Upsa. Ja, hier komt het keukentje weer. Aan de andere kant. Nou, daar volgens mij alles wel gehad. Een klein schuurtje. Oh. Dat denk je altijd gaat hebben, vind je weer wat, hè? Altijd tof. Maar verder ook niet heel bijzonder om hier wat te zien. Nee, ook niks. En we konden deze kant nog even heen gaan, dus laten we daar ook even gaan kijken. Upsa. Ook niet meer veel van over, hè? Ja, daar heb ik volgens mij alles wel gehad, als ik zo zie. Dus die gaan weer naar buiten toe. Top. Nou ja, we hebben alles nou wel gehad. We hebben het huis gehad, we hebben de fabriek gehad. Dus ik hoop in ieder geval dat je een hele leuke video vond. Vond je het leuk? Vergeet sowieso niet te liken, te abonneren. En zet natuurlijk het belletje aan en volg onze Instagram. En dan zijn we gewoon volgende week zondag weer terug bij jullie. Love!